de tijd die je hebt, weet je? Misschien zet je gewoon je tijd uit. Ik denk het. Dat gaan we nog een keer doen. Het gaat goed zo. Nee, kwartier. Ja, ik denk je gaat door. Nee? Nee, zullen we het even met z'n tweeën doen? Ja, als jij nou de eerste zin doet. Ik was aan het wachten op mijn cue. Oké. Ja. Oh. Het kwartier gaat wel snel zo. Mag ik u wat vragen? Hij is druk, zegt hij. Rennen! Waar ga je naartoe? Kom je te laat? Dag mevrouw, mogen we iets vragen over tijd? Voor mijn gevoel heb ik het heel druk. Okay, wat... Maar nu niet. Als ik met de hond loop, is de tijd valt een beetje weg. Ja? De tijd wordt steeds korter en meer versnipperd. Hey, je mag wel blowen, maakt niet uit. Nee, maar je mag. Dan kom op de dingen. Op de wie? Op de tv. Nou, zo belangrijk zijn wij niet hoor. Ja, als we niet zouden werken en zo en we zouden vaak gaan hangen en zo, zouden we problemen krijgen met de buren, met de politie en zo. En dat willen wij niet. We willen gewoon een betere leven, een betere toekomst hebben. Wat ik wil zeggen is, als je niet je tijd voldoet, dan aan wat ga je dan voldoen? Je gaat liever werken en naar school en zo. Zo voldoe je je tijd. Ja, en zo gaat de tijd ook sneller. Als je alleen maar hier hangt op straat of alleen maar zit te slapen, dan gaat de tijd niet. Het kan niet. Als ik thuis ben, ik ga gewoon op de bank liggen, TV kijken. Eten en slapen. Dat is alles. Ja. Mijn tijd. Ik bedoel, ik heb altijd tijd tekort. Altijd tijd tekort? Schaarse tijd, ja. Nou, omdat ik een eigen bedrijf heb. Ja. En nog activiteiten buitenlands. We exporteren veel. Ja. Reis veel. Ja. Waar heeft een ondernemer het druk mee, hè? Nee, ik vind het niet vervelend, want ik zou me vervelen. We are traveling, so it's in our hometown very busy, but here no, because I guess we're just tourists, so that's one thing that we think about sometimes when we travel is we don't value as much the things at home, and like as a tourist here every corner is interesting. Zou je? Oh, wat te laat komen!